kranten maken in combinatie met Twitter. Je kunt het maken van een krant is een hele oude opdracht. Maar dat kan natuurlijk ook sneller en veel interactiever. En ook veel actueler. Om dat te doen gaan we gebruik maken van Twitter. En de krant gaan we maken via krantenmaken.nl. Wat is de opdracht? Je maakt een opdracht voor leerlingen waarin leerlingen via Twitter informatie zoeken over een door jullie gekozen onderwerp en of gebeurtenis. Plak de inhoud van deze berichten vervolgens in krantenmaken.nl. Jullie zorgen ervoor dat de gehele opdracht, inclusief voorbeelden, in een door jullie gemaakte krant komt te staan. Succes! Hoe pak je dat nou aan? Om deze krant te maken ga je naar de website krantenmaken.nl. Je kunt hier gratis een krant maken. Je hoeft daarvoor dus niet eerst in te loggen of wat dan ook. En je kunt de krant nog opslaan ook. Je krijgt dan een unieke link in je mail waardoor je altijd teruggaat naar je eigen krant. De krant geeft ook precies aan leerlingen wat de bedoeling is van bepaalde vlakken en of blokken. Dus wat is een nieuwsbericht precies? Hoe schrijf je een goed bericht? De 5 W's en H's. Je doelgroep, verwijzen naar andere bladzijden enzovoort. Het staat er allemaal in en je kunt zelf ook nog plaatjes uploaden. Je wijzigt door ergens op te klikken. Vervolgens krijg je een tekstvlak. Alle tekst die je hierin ziet, die hierin past, krijg je te zien in de krant. Alles wat er buiten valt, krijg je dus niet te zien. Door te tikken, klik je bijvoorbeeld op voorbeeld, opslaan en je ziet nu hier staan voorbeeld. Maar hoe gebruik je Twitter daar dan bij? Ervan uitgaande dat de meesten een Twitter-account hebben, en anders kan ik je sterk aanraden er eentje toch aan te maken, kun je kiezen bijvoorbeeld voor ontdekken of zoeken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Geert Wilders. Je kunt alle tweets van Wilders bekijken en volgen. En kijken of daar iets bij zit wat jij interessant vindt om in je krant te gebruiken. Je kunt de tekst gewoon selecteren, kopiëren en je plakt het zo in je krantenbericht. Op deze manier kun je heel snel iets leuks maken. Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld ook voor een onderwerp kiezen. Je kunt ook zeggen, ik zoek eens op criminaliteit en eens kijken wat ik dan krijg. En op die manier kom je ook een heleboel leuke berichten tegen. Twitter is een grote bron van allerlei nieuws. Want eigenlijk alle grote nieuwssites zijn ook op Twitter, maar ook gewoon heel veel mensen die wat gezien hebben, dus die unieke foto's of materiaal hebben gemaakt. Je selecteert de berichten en pak ze dus in je krant. Uiteindelijk kun je je krant 4 bladzijden groot maken en jullie moeten zelf bepalen hoe groot jij de krant van een leerling wilt laten zijn. Ik wens jullie in ieder geval veel succes met het maken van de opdracht.